Na ongeveer 3 jaar geleden ben ik begonnen met mijn YouTube kanaal. En dat is nu uitgelopen tot een hele gave kanaal. Na 3 jaar lang. En ik ben ontzettend trots op mijn kanaal. Dat ik al 3 jaar eigenlijk gewoon hele toffe filmpjes maak voor jullie allemaal. Het begin was allemaal heel erg klooien en kloten. En nu vieren we eigenlijk een feestje dat mijn kanaal eigenlijk 3 jaar bestaat. Welkom bij deze video van Telen en Remco, de primaire 3 jaar GMR. 3 jaar GMR op mijn kanaal. Ik ben er gewoon super trots om eigenlijk. En dit is eigenlijk een primaire, dus mensen kunnen eigenlijk ook in de reacties zetten. Dus welkom kijkers. En ik kan jullie helaas niet jullie reactie voorlezen. Maar ik kan ze wel even via mijn mobiel straks. Nu op dit moment kan ik wel even die reactie even kijken en dan kan ik even antwoorden op de reacties. En welkom bij deze video en primaire en ik laat jullie trouwens een mobiel zien die ik voor het eerst gebruikte toen die tijd. Ik laat hem nu zien. En ik ben er weer en dit is serieus de telefoon die ik bedoelde. Deze camera. Nou, eigenlijk is het geen camera te planeren. Nou, Nokia. Want deze telefoon had ik vroeger serieus gebruikt. Echt vroeger. Dat is meer dan 3 jaar geleden. Ongeveer 3 jaar geleden heb ik deze telefoon voor het laatst gebruikt. En volgens mij staan er nog zelfs foto's op. Ik weet niet zeker meer, maar ik vind dit zo oud. Het is niet normaal. Camera. Ga ik naar de opties, denk ik. Afbeelding bekijken. Jemig. Mijn god. En zo. Waar zit de geluidsknop aan? De geluid ook. Een stuk jongen. Maar ik ga gewoon afsluiten. Maar. En ik heb nog een telefoon gebruikt. Die heb ik nog steeds. Die gebruik ik eigenlijk niet meer, want die is eigenlijk van mijn moeder. Maar dat is deze telefoon. Hij is er bij nou. Vergeleken met deze telefoon is het eigenlijk gewoon even groot, maar wat een kakker van dit. Die zet geen ene functie op. Hier had ik vroeger mee opgenomen, hè, dat weet je. Maar dit is zo klein, dat is niet normaal. Dat is nog foto's in. Afbeelding. Oh jongens. Ik zie trouwens nog een oud filmpje. Toen was ik voor het eerst naar Hellendoorn geweest en had ik een filmpje gemaakt. Met deze telefoon. Ik weet het, heel slecht. Maar wat moet je dan doen anders? Nee, mag. Ik snap niet waarom ik. Echt. Bizar. En moet kijken welke telefoon ik nu gebruik, hè? Het is een stuk groter één keer. Hoppakee, deze telefoon gebruikt. Veel handiger, kijk op. We kijken het verschil van deze telefoon naar deze telefoon. Jemig, dat is echt niet normaal. Deze telefoon is veel beter. En ik heb eigenlijk ook een beetje een compilatie gemaakt van allemaal filmpjes van een tijdje geleden. En dat laten we nu zien. Welkom bij een nieuwe aflevering van Halloween FM. Nou, we zijn begonnen. Yeah.
bij een nieuwe aflevering van Pieter Remco FM. Jullie zien al mijn haar. Mooi, toch? Pieter. Hey, hallo. Hi. Oh, hi. Hallo, welkom bij een nieuwe aflevering van Remco's Feest. Hallo mensen, welkom bij deze nieuwe video van Remco's Feest. Ja, het is weer Remco's Feest. Yay. Hallo mensen, welkom bij deze nieuwe video van Dronecraft. Vandaag zijn we bij... Waar zijn we? Nou, we zijn bij Warp Ingaan. Oh. Hoi. Hallo dames en heren, welkom bij deze nieuwe video van Achter de Schermen. Ja, het is weer tijd. Het is eigenlijk geen tijd voor Achter de Schermen. Maar dit is gewoon een random video. Op de vrijdagavond. Nee. De zaterdagmiddag. Het is nu vrijdagavond bij mij dan. Want ik deed het doen. Want ik zit nu denk ik in Leeuwarden. Ik zit nu in Leeuwarden. Dat doe ik er nu. Kijk, nu kun je nu maar zien. Hallo! Met dezelfde stok. Hallo. Hallo. Mevrouw, mag ik alsjeblieft een boot? 8 euro. Nee. Doei. Hé, hey, wat doe je in mijn zaak? Wat doe je in mijn zaak? Mevrouw. Wat doe je in mijn zaak? Het is mijn winkel. Mijn winkel. Hallo mensen, welkom bij deze nieuwe video van Op vakantie met Remco. En vandaag zijn we bij een heel apart grotje. Het gaat helemaal naar beneden. Helemaal. Oh, ik viel bijna. Niet vallen, eigenlijk een denkstuk. Nee, dat doe ik ook niet. Ik zie meteen een skelet, denk van, oh god. Lijkt. Kom hier jij. Dood. Weg. Nee. Hallo? Over 3 jaar zijn we klaar. Remco, hoe gaat het? Ja, goed. Oké, wij gaan rustig verder, niet achter me aanlopen, oké? Oké, okay, yeah. Niet doen, gewoon, yeah. Nee. Yeah. Ja? Yeah. Dat betekent dat je achter me aan moet lopen, ja, sukkel! Oh. Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video van Mystic Craft. En welkom bij deze nieuwe video van Mystic Craft. We zijn hier samen met Bo. Hallo, Remco, je doet het weer. En we zijn hier samen ook met Nika. Hi. Remco, je deed het net weer. Ja, en welkom bij deze nieuwe video. Ja, deed je net weer. Wat? Nee, dat is altijd. Moet je eens op letteren. Mika, als je straks deze video is geüpload, moet je eens deze video kijken. En dan hoor je hem zo van... hallo mensen, welkom op deze nieuwe video van Mystic Craft. En welkom op deze nieuwe video van Mystic Craft. Zeg het zo 2 keer achter elkaar. Ja, echt zo, hè. Dat zegt hij echt bij iedere video. Dat is echt zijn, dat is gewoon Remco's een dingetje. Als je het over Remco gaat hebben, heb je het over zijn dubbele intro. Hallo mensen, welkom op deze nieuwe... Oh, shit. Gaat meteen goed. Dank. Rotmuggen, alsjeblieft zeg. Oh my god. En zo, rotmuggen aan de kant. Lol. Klop. Start. Oké. En. Je kan het niet, loop deel. Start! Alex! Opnieuw! Ja, dat doe je met de hele stem bij de tikje waar ik altijd sta. Je moet niet lachen! Nee. Start! Alex! Ik weet wat we kunnen doen! Ouch! Au! Moist!
Moest dat, moest dat. Moest dat met je gehaktbal. Ben ik gehaktbal. Moest dat. Oké, 3, 2, 1, intro. De yellow block. Ja, ik kom er doorheen. Oh, oh dit is pijnlijk. Oh, ik ben er. Oké, we zitten de hele tijd te kloten. Kom op. Dit is leuk hoor. Wow. Ik zou niet niks doen. Ik sla je er wel aan. Hey. Help mij eruit, slaap. Slaap me eruit. Ja, was dit het? Oh, ik kom er niet door. Nee, dat was het niet. Damn, son, where'd you find this? No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'll be moving fast. Call me a shooting star. Loop weg, Remco. Ik kan dan de dinges uitzetten. Hey mensen, zullen we even gaan vliegen met deze auto? Hey, this was not how I saw my day going. Vliegen met een auto? Ja. Vliegen! Wat de hel? Natuurlijk, ik zie, het maar nog wel, maar ja. What is going on? Wat aan de hand that's is, whack. Dat je op de kop bent. En hier staat ook meteen. Meester. Dat wordt droog. Bye, Kou, dat ging niet goed. Opnieuw. Ricardo, doe die hendel van weer. Oké, dus tel maar af, Alex. Nou, hij staat er laat, hoor. Hij zal het niet doen. Als je knie. Oké. Dat is ook goed. Right. Camera loopt. Licht aan. Er is geen licht. Actie! Hallo mensen, welkom bij een nieuwe video van Walibi MC. En welkom bij een nieuwe video van Walibi MC. We zijn er weer, ik heb er zin in. En we zijn vandaag met Alex, Marijn, Hessel en Ricardo. Maar goed, we maken er weer een leuke video van jongens. We zijn weer in Walibi Craft. Ja, Walibi MC. En waarom zie ik iedereen niet? Wacht even. Oké, Remco is dood. Bam, 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 pardon. Nee, je hoort dood te zijn. Hoi. Ik heb het niet eens gezien. Serieus? Pleeg jij hier een moord?
Bij mij staat Remco er gewoon nog steeds. Mooi zo, Hersel. Dan hebben we weer bloed voor de decoratie. Je bent nog steeds een armor stand, hè? Oh ja. Ja, ik was het, jongens. Ik was al die tijd hem. Het was gewoon een dikke prank. Oh my god. Oh my god. Nee. Nee. Ik overleef het toch. Dood. Ik overleef het toch. Ik ben dood gegaan. Oh, dat huis stond over de kop. Huh? Dat huis stond over de kop en ik bleek er zo om. Hij slaapt er helemaal niet meer. Wordt helemaal. Wow. Ga ik maar overleven. Ja, ik heb het overleefd. Het gebouw staat precies. Oké, dan ben je dan een keer terug en hoe vonden jullie het? Ik hoop dat jullie het allemaal heel leuk vonden. Ik vond het in ieder geval heel leuk om al die video's even terug te zien van een tijdje geleden. En hallo Mitchell. Hallo. Hoe is het? Ja, prima. Alleen de herfst weet je, hè? Ja, dat is ook een primaire die nu aan het bezig is. Van Remco terug in de tijd? Nee, dit is GM3A. Oh ja, dat is GM3A. Dat mijn kanaal bestaat, ja. Dat is echt best wel lang. 3 jaar best wel een jubileum. Zaterdag hebben we natuurlijk een livestream gedaan. En hopelijk vonden jullie allemaal deze video allemaal heel leuk. Ik heb mijn best gedaan om deze video te maken. Het zijn allemaal beelden van hoe ik eigenlijk ben begonnen met YouTube. Dat ik eigenlijk voor het eerst ging vloggen eigenlijk in Maastricht. Want we waren op vakantie in Limburg en toen, je weet wel, door die berg af ging. En, Jezus. En toen gingen wij, dat was de eerste keer dat ik ging vloggen, hè, dat moet je nagaan. En, eigenlijk al meerdere, maar dit was een van de eerste. Ja. En ik vind het wel leuk, ja. Nog steeds vind ik het gewoon super leuk om jullie allemaal weer allemaal gewoon een hele toffe video altijd online te zetten. Op elke dag om 5 uur. Daar ben ik gewoon super trots op dat ik dit 3 jaar al doe. En ik blijf het toch zeggen, gelukkig heb ik vrienden die mij steunen en helpen. We hebben natuurlijk Alex gehaald, we hebben Jouke, maar dat met de crew. Ricardo Rai, Ricardo Pro Gamer zelfs, Marijn, die was ook wel eens in de video's, Mitchell natuurlijk, meerdere, echt meerdere. Alex heeft met, weet je wat het is? Alex heeft, als ik Alex niet leerde kennen, dan had dit allemaal niet gebeurd, eigenlijk Mitchell, maar als ik Alex niet had leren kennen, dan had dit allemaal niet gebeurd, mensen, hou daar rekening mee. Als ik Alex niet had gekend, had dit allemaal niet gebeurd. Dus dat is echt bizar hoor, want ja, als ik Alex gewoon niet kende, dan had dit allemaal niet gebeurd. Dus dikke shout-out naar Alex en YouTube Gameplay. Het staat, kanaal is vrienden, staat erbij. YouTube Gameplay staat erbij. Dus ik wil Alex gewoon bedanken, die nog steeds 3 jaar met mij volhoudt. Super tof. En Alex, die is gewoon een goede vriend van mij. Dat blijft ook bij. Top. En dikke support naar Alex, echt waar. En dit was alweer de video. Nou mensen, bedankt voor het kijken naar deze gene 3 jaar Dylan Branko. En ik zeg jou tof voor deze nieuwe video van. Nou, leuk, Dylan Branko volgende week weer. En dan zijn we weer terug met mensen, denk ik. En dan gaan we weer wat anders over hebben misschien. Ik zeg maar wat, de winterdag of zo. Ik zeg maar wat, laat het weten in de comments. Oké, tot van de keer. Hoi!